Goedemorgen allemaal. Welkom op deze huisartsenconferentie. Ik ben heel blij dat jullie voltallig aanwezig zijn voor de sessie organisatorische lessen COVID-19. Deze zal gebracht worden door dokter Roel van Giel. Hij is onze voorzitter van Domus Medica. Naast mandataris in bijvoorbeeld onder andere de Medicomuts, is zij ook onze vertegenwoordiger in verschillende het adviesorgaan rond COVID. Dus bij gevolg ook de juiste man op de juiste plaats voor deze sessie te leiden. Als we eventjes naar de volgende slide kunnen gaan, dan maak ik graag nog een aantal afspraken. Gelieve uw micro en camera's uit te zetten. Dat gaat deze sessie vergemakkelijken. En daarnaast... voor accreditering. U hoeft u niet te registreren in de chat. Dat is zeker niet nodig. En punt 2, de slides en de vak wordt u later bezorgd. Dus we hebben nog tijd en ruimte voor achteraf nog vragen, maar die worden nu ook achteraf, als we niet alles kunnen beantwoorden, wordt deze ook achteraf uitgedeeld. Die wordt u bezorgd. Dat was wat ik bedoel. Oké. Dokter, u mag starten. Goed. Nu hoor ik dat jullie het ook allemaal mee horen. Het blijft toch een hele uitdaging, zo'n online conferentie. Het was toch allemaal makkelijker toen dat het allemaal nog fysiek kon. Waar komen we vandaan? Die huisarts van Superhelp, de korte termijn oplossingen, en waar zitten jullie mee? En daar wil ik toch zeker ook de ruimte voor maken om vragen waar jullie mee zitten, om die proberen daar een stuk antwoord op te geven. Ik denk dat we moeten zeggen, en dat is geen verwijt naar niemand, maar dat heel deze pandemie, dat is ons een stukje overkomen. Niemand was voorbereid, ook wij als huisartsen niet. We hadden geen plannen, we hadden geen beschermingsmateriaal. We hadden geen financiering die aangepast, we hadden geen ondersteuning die aangepast. Op een bepaalde dag zijn we wakker geworden en was dat virus zich in volle expansie aan het zich aan het verspreiden. En zijn we moeten beginnen improviseren. En ik denk dat we dat ook gedaan hebben. Ik denk dat we ons gedurende deze hele crisis al een aantal keer heruitgevonden hebben. Dat we getoond hebben als huisartsen dat we zeer flexibel zijn, zeer voluntaristisch geweest zijn. En dat we dat vandaag de dag nog altijd zijn. En altijd ja, een beetje zoals padvinders gezocht hebben naar antwoorden die op het moment op de dag kwamen en waar dat we proberen een antwoord te vinden. Altijd om proberen die patiënt eigenlijk zo goed mogelijk te ondersteunen. Ik denk dat we toch ook mogen zeggen dat dat virus dat toch wel een raar beestje blijft. Het is medisch gezien soms een hele uitdaging. Ik denk dat ook de verhalen die we allemaal kennen van patiënten, die we 's morgens nog zagen gaande en staande en 's avonds aan de ventilator lagen, die kennen we allemaal. De verhalen van op de intensieve zorg, niet alleen in het ziekenhuis, maar ook van thuis, hoe snel dat dit virus kon evolueren of de zieke patiënt kon evolueren. Ik denk dat dat allemaal zaken zijn waar we ondertussen al wel een stuk meer van geleerd hebben, maar dat ons toch wel voor een medische uitdaging blijft stellen. Maar anderzijds, ook het virus op zich, als we dat van een epidemiologisch of een virologisch standpunt bekijken, ja, blijven we ons toch blijkbaar nog altijd daaraan laten vangen, aan dat virus. Wat dat vandaag leidt tot de situatie waar we vandaag de dag in zitten. We blijven toch onderschatten hoe snel dat virus zich op korte tijd kan gaan verspreiden. En we komen blijkbaar toch heel vaak te laat met onze maatregelen, waardoor dat we in situaties zitten die we vandaag de dag nu kennen, met toch een zeer sterke stijging van het virus en de infecties op dit moment. Ik denk dat het ook getoond heeft in deze voorbije periode dat als het nood het hoogst is, dat er eigenlijk ook heel veel samenwerking en heel veel solidariteit was. Ik denk dat er heel veel samenwerking opgezet is. Allemaal op een vrijwillige basis, bij wijze van spreken, om proberen die patiënt zo goed mogelijk, of die burger zo goed mogelijk door deze periode te leiden. Samenwerking met tussen eerste en tweede lijn, samenwerking binnen de eerste lijn, samenwerking met andere organisaties. Ook veel kunnen rekenen op, zeker in de eerste golf, op solidariteit van die patiënt. Maar je merkt ook natuurlijk dat hoe langer dat die epidemie duurt, hoe langer dat, of hoe meer van die zaken een stukje terug onder druk beginnen te komen. En anderzijds, en ik wil dat toch hier toch ook wel eens duidelijk gezegd hebben, ik denk dat er ook binnen
de overheid binnen de verschillende agentschappen, Vlaams agentschap, de FOT, het RISIF, heel veel mensen keihard gewerkt hebben. Ik denk dat het ook politiek niet altijd een evidente periode geweest is om de juiste beslissingen te nemen. Maar goed, dat is waarvoor politici gekozen hebben. Dat is job om dat te doen. Enkele algemene beschouwingen. Ik denk dat er een aantal data bij ons toch wel in ons geheugen gaan geschrift blijven in heel deze epidemie. Ik denk 16 maart, op het moment dat het noodplan huisartsgeneeskunde afgekondigd werd, iets dat we eigenlijk niet kenden, want er waren geen noodplan huisartsgeneeskunde, waarbij we alle niet dringende zorg hebben moeten uitstellen, maar er toch altijd voor gezorgd hebben dat we altijd bereikbaar bleven en altijd aanspreekbaar bleven voor die patiënt. Denk 4 mei, de heropstart van de huisartsgeneeskunde, van de reguliere zorg tenminste. Waar dat we, ja, dat we stonden voor een hele uitdaging. Het ging ook samen met de start van het test- en triagebeleid, wat op dat moment helemaal niet klaar was. Maar goed, daar komen we zelfs nog even op terug. Maar ook het moment dat we eigenlijk vaak onze patiënten terug zijn moeten gaan overtuigen om naar die huisartspraktijk te komen. Want er was bij velen een enorme schrik om naar elke plek te komen die maar iets met een medische setting te maken had. Dan hebben we juli gehad, en dat is misschien niet voor iedereen even hard aangekomen, maar zeker in Antwerpen en omstreken in andere regio's, waar dat we eigenlijk toch, of je nu een tweede golf of een heropvlakking noemt, maakt mij niet uit. Maar het gaat toch duidelijk toe om een stijging van het aantal gevallen, wat dat toch heel veel gevraagd heeft van die huisartsen. En wat ook gemaakt heeft dat ja, de rust waar dat sommigen, of waar dat velen van ons eigenlijk op gehoopt hadden, om die in de vakantie ook, om ons op een iets rustiger manier te kunnen voorbereiden op het najaar, dat we dat eigenlijk niet hebben kunnen doen zoals we dat willen doen. En dan denk ik begin september, toen dat wij zelf aan de noodrem gaan trekken zijn, dat we gezien hebben dat het aantal infecties in de praktijken sterk aan het stijgen was, dat die druk in de praktijken aan het stijgen was en dat we eigenlijk toen al aangaven van kijk ja, dit is de kanarie in de koolmijn, dit is het gegeven dat die epidemie terug vers fors aan het aantrekken is. En dat de dingen moeten gebeuren. We zijn toen een beetje weggezet van ja, maar kijk eens naar de ziekenhuisopnames en kijk eens naar het aantal overlijdens. Het is allemaal niet zo erg. Er zijn een aantal wetenschappers die dat op dat moment zeer sterk poneerden en die daar ook een draagvlak bij de bevolking vonden. Die hebben ook een breed draagvlak gekregen door de politiek op dat moment, omdat het wel paste in het verhaal. Maar het heeft, denk ik wel, ik denk als het een van de analyses is die we achteraf gaan moeten maken, dat het geleid heeft tot de situatie waar we vandaag de dag hebben. En ik denk dat we vandaag de dag eigenlijk al een vijfde kadertje mogen leiden. Namelijk dat is half oktober, waarbij de derde golf nu eigenlijk op dit moment oncontroleerbaar aan het stijgen is. Maar eigenlijk wisten wij dat we vanuit de huisartsgeneeskunde al een drie weken op voorhand. En ik denk als we nu nog één les moeten leren voor het vervolg van deze epidemie, want we zijn hier nog niet vanaf, we gaan hier nog maanden mee moeten doorgaan, moeten we een hele moeilijke winterperiode door, is van alsjeblieft, kijk nu toch niet meer eens alleen naar die ziekenhuiscijfers, kijk dan niet alleen naar dat aantal overlijdens, maar kijk naar die cijfers in de huisartsgeneeskunde. We zijn ook die barometer nu opgestart en ook mijn oproep van vul die massaal in, want dat gaat dan ook de harde cijfers van de huisartsgeneeskunde hebben tegen die harde cijfers van de ziekenhuizen. Maar laat alsjeblieft geen derde keer niet meer wachten totdat de ziekenhuizen opkomt voordat we maatregelen nemen. Maar laten we vooral kijken naar de cijfers in de huisartsgeneeskunde. Zij zijn de beste referentie om te weten hoe dat de epidemie zich ontwikkelt en wanneer dat we moeten ingrijpen. En hadden we half september ingegrepen wat dat we vandaag de dag gedaan hebben, dan had de situatie er vandaag de dag helemaal anders uitgezien. Welke rol hebben wij gespeeld als huisarts? Ik heb daar een viertal punten uitgehaald of een viertal kernbegrippen uitgehaald. Ik denk dat we absoluut een vertrouwenspersoon blijken te zijn voor die patiënt op medisch vlak. Naast blijf in je kosten. Ik denk als er één zinnetje uit de eerste golf is blijven hangen, dat was het wel. Als je klachten hebt, bel naar je huisarts. En ik denk dat er nog altijd een zeer sterk signaal is dat we moeten blijven uitzenden. Als je problemen, als je vragen hebt, dan is die huisarts toch die persoon die je moet contacteren. En ik denk ook het gegeven dat wij gedurende heel die periode eigenlijk zeer bereikbaar zijn gebleven, ook al hebben we een stukje de reguliere zorg moeten uitstellen, maar via teleconsult of andere, met alle beperkingen dat dat had, heeft toch denk ik nogmaals bewezen dat vertrouwen, of die vertrouwenspersoon, dat wij dan als huisarts in de eerste lijn op medisch vlak zijn, en dat dat ook onze rol is in het zorgsysteem. Twee, denk ik dat wij een zeer belangrijke rol hebben gespeeld als poortwachter in dat systeem.
tijdens de eerste golf hebben we zeer snel die triagefuncties opgezet. En ik denk, het is misschien iets te weinig belicht, maar ik denk als we één belangrijke factor ook mee geweest is, en dat staat los van alle appreciatie voor het werk dat we in de ziekenhuis en intensieve zorg eenheden gedaan hebben, ook de noodmiddelen ontwikkeld zijn in het spreidingsplan, is dat zonder dat die huisarts die poortfunctie had gedaan en die selectie had gedaan van wie de ziekenhuizen binnenkwam en wie niet, dan hadden die ziekenhuizen ook niet overeind gebleven. Dus hetgeen wat we al zo lang zeggen van ja, doe die spoeddeur op slot. Laat die huisarts die triagefunctie zijn van wie er spoed binnenkomt en wie het ziekenhuis binnenkomt. Wat dat we toen hebben moeten doen, omwille van de situatie en wat ook gebeurd is, de spoeddeuren waren op slot. Je kwam daar niet binnen voordat je eigenlijk getrieerd was door een huisarts. Er zijn systemen die zeer goed gewerkt hebben. Tweede, wat ik daar toch ook altijd wil is bij benadrukken, er wordt heel veel gefocust altijd op de ziekenhuizen, een aantal opnames, een aantal overlijdens, een aantal intensieve zorgeenheden. Ook het aantal totaal aantal infecties. Maar ik denk dat we niet mogen vergeten dat eigenlijk het grootste deel van de zorg van COVID, de medische zorg, eigenlijk door die huisarts opgenomen is. Een week geleden, zijn cijfers van een week geleden, voor Vlaanderen waren 69.000 besmettingen. Daarvan zijn 11.000 in het ziekenhuis opgenomen. Dus dat wil zeggen dat je 58.000 patiënten thuis en in een woonzorgcentrum hebt opgevangen, medisch hebt opgevangen, door de huisarts. Dus 83% van al uw medische zorg, van al uw zorg voor COVID-patiënten, eigenlijk medisch gezien door de huisarts opgevolgd en niet in een ziekenhuis, met nogmaals alle respect voor wat de collega's op intensieve zorg en de COVID-afdelingen gedaan hebben. Ook als we naar overlijdens gaan kijken, zoals zij heeft van vorige week voor Vlaanderen, waren er 5.002 overlijdens, en er 2.800 van in de woonzorgcentra geweest. Ja, ook daar, die terminale palliatieve zorg is dus in meer dan de helft van de gevallen eigenlijk door huisartsen gedaan. Daarnaast hebben we denk ik ook een heel belangrijke rol gespeeld en spelen dat vandaag nog in het hele testing en tracing verhaal. We hebben die triage, we hebben testcentra opgericht, het decentraal systeem van tracing hebben we mee opgericht. We hebben dat allemaal moeten doen, telkens altijd met hetzelfde probleem. Het is altijd veel te vroeg gestart, terwijl het niet klaar was. We hebben al die problemen van die opstart, al die kinderziektes altijd moeten ondergaan en daar oplossingen voor moeten zoeken. Maar ik denk dat we daar in al die systemen een zeer belangrijke rol spelen. En ik denk dat het ook wel belangrijk is dat in het vervolg van de epidemie de stem van die huisartsen daar eigenlijk toch nog wel een stuk sterker mag doorklinken in de beslissingsvoering. Ook alle respect voor mijn collega's virologen en epidemiologen. Maar die moeten kijken vanuit een virologische en epidemiologische blik. Maar wij moeten kijken vanuit een huisarts-geneeskundige blik naar die testing en tracing. En het zijn die twee verhalen die je moet samenbrengen en waar dat een politieke beslissing in moet nemen. Ik ga daar straks ook nog komen op die testing en tracing. Ik denk dat ik echt wel met recht en reden mag zeggen dat die huisartsen ook in die zorg echt de superhelden geweest zijn. En dat doet niets af aan wat de collega's specialisten of de verpleegkundigen of alle andere zorgverleners gedaan hebben. Maar soms denk ik dat we wat te weinig fier zijn op wat we zelf allemaal realiseren en realiseert en wat we vandaag daar nog doen. En dat dat echt ook wel eens mag benoemd worden. Ik denk dat we ongelooflijk veel werk gedaan hebben, dat we ons meermaals heruitgevonden hebben en dat we dat op een heel voluntaristische manier gedaan hebben, altijd ten dienste van die patiënten. En toch merk je dat ondanks al die inzet die er is, dat we eigenlijk wel een stukje op de rand staan van wat we aan kunnen. En we hebben dat eigenlijk half september al aan die noodrem getrokken, maar goed, we kunnen de boodschap maar blijven herhalen. De reden daarvan, de analyse waarom dat zover gekomen is, denk ik dat ook vrij duidelijk is. Er was en is de onduidelijkheid over de richtlijnen. Er waren veel te veel richtlijnen, veel te gespecifieerd, waar dat we door het bos de bomen niet meer zagen. Wat dat ook maakte dat men soms aan sommige richtlijnen begon te twijfelen of dat het allemaal nog wel zo nuttig was. Heel de teststrategie waarbij men zeer sterk gefocust heeft over ja, de testcapaciteit in de labo's en in tweede instanties in de testafnamecentra. Maar dat is eigenlijk een foute aanpak geweest, omdat testen is niet afhankelijk van hoeveel testen dat je kan analyseren in een labo of hoeveel swaps dat je in de neus kan steken. Maar dat is een ganse keten. En die keten die begint bij indicatiestelling. Die gaat dan over testafname en uitleg geven aan die patiënt. Dat gaat over analyse. En dat gaat over resultaten bezorgen aan die patiënt en terug uitleg geven. En het is die ganse keten die een maximale capaciteit heeft. En dat is minder dan de capaciteit die sommigen voor ogen hebben in de labo's.
Maar het is wel dat geheel dat moet bekeken worden en waar dat we toch continu eigenlijk op botsen. Drie, denk ik, zeker misschien dat het nu terug hopelijk wel wat gaat wijzigen, maar dat we de laatste weken toch merken dat we terug meer in strijdstijds, misschien wat slecht woord, maar toch in, moesten meer onze patiënten overtuigen, omdat dat draagvlak weg was, dat in beide richtingen, zowel patiënten die eigenlijk wel in quarantaine moesten, een test moesten hebben, dat je overtuigen dat dat echt wel nodig was. En anderzijds waren er weer andere patiënten die eigenlijk testen vroegen of testen eisten of documenten eisten via de werkgever, dat ze niet positief waren, terwijl het eigenlijk helemaal niet nodig was. En dat moeten we allemaal doen in een situatie of in een gegeven waar dat de ruimte eigenlijk veel beperkt is. Want het grote verschil met maart, april, dat is niet alleen voor ons in de eerste lijn, maar ook in de tweede lijn, is dat toen natuurlijk al die reguliere zorg uitgesteld was en we dus veel meer ruimte hadden om ons volledig te focussen op de COVID-zorg. En ik denk dat we het toch allemaal over eens zijn dat we dat eigenlijk niet meer willen doen. En dat we die reguliere zorg ook zoveel mogelijk willen laten doorgaan. Maar dat wil wel zeggen dat er minder ruimte is of dat we die COVID-zorg op een andere manier moeten aangeven. En dat die huisarts toch wel aangeeft dat die echt op de rand staat. We hebben een enquête gedaan. Ze is vandaag ook uitgebreid besproken of in een artikelreeks in het Nieuwsblad. We hebben ze ook donderdag in de nieuwsbrief meegestuurd. En daar zitten toch wel een aantal resultaten in die ons toch wel zeer bezorgen. We hebben onder andere gevraagd naar ja, hoe lang denkt u dat u dit nog aan kunt in de praktijk? En als je dan de groepen samen neemt die zeggen dat ze dit enkele weken, enkele maanden of enkel iets ondersteuning kunnen blijven houden, ja, dan kom je toch aan percentages van 69-70%, wat dat toch eigenlijk heel, heel verontrustend is. Zeker als je daar ook eens kijkt naar de leeftijdscategorieën, als je naar kijkt naar onze jongere collega's, wat onze toekomst eigenlijk is, dan wordt dat eigenlijk nog dramatisch. En dan geeft eigenlijk bijna 80% van die collega's aan van kijk, op deze manier trekken wij dat niet. En ik denk dat dat toch heel belangrijke signalen zijn die we moeten meenemen. Natuurlijk, evaluaties zijn er al veel gemaakt, ook voor de COVID-crisis. En als één ding wel gebleken is, dan is dat die evaluaties van het zorgsysteem eigenlijk vooral allemaal coronaproof zijn en dat die vooral de tekortkomingen in het zorgsysteem eigenlijk extra hebben blootgelegd deze coronacrisis. Maar als je dan vraagt naar die huisarts, wat heb je dan nodig? Ja, dan zijn dat de dingen die ook al lang gezegd worden. Ja, die huisarts die heeft die administratieve ondersteuning nodig. Die heeft die vraag naar die praktijkverpleegkundige in de praktijk om hem eigenlijk te ondersteunen in zijn taak, zodat hij zich meer kan gaan focussen op zijn core business, namelijk de huisartsgeneeskundige zorg. En een stuk van de andere zorg die ook moet gebeuren, ja, en zeker in zo'n epidemie ook belangrijk is, maar die eigenlijk niet tot de core business van de huisartsgeneeskundige zorg dient, dat we die kunnen uitbesteden aan mensen die bij ons in de praktijk werken. Dus ik denk, er zijn een aantal zaken in die enquête naar voren komen die we denk ik moeten blijven benadrukken en die toch wel aantonen dat er echt een pot is aan ondersteuning in die huisartspraktijk. Want dat is wat je merkt. We zijn eigenlijk op dit moment veel zorg aan het doen die eigenlijk niet echt huisartsgeneeskundige zorg is, die wel belangrijk is in het kader van de epidemie, maar die je merkt omdat er geen andere diensten zijn. We hebben nooit geïnvesteerd in public health diensten in Vlaanderen, die dan eigenlijk een stuk van die zorg zouden kunnen opnemen. Dat we dat nu in de huisartspraktijk moeten doen. Maar dat is eigenlijk niet onze core business. Onze core business zijn onze zieke patiënten, dat zijn onze chronische patiënten. En die willen we eigenlijk zo goed mogelijk doorheen deze crisis leiden. En nu moeten we een aantal taken erbij opnemen die ook belangrijk zijn. En waar dat we organisatorisch helemaal ook niet op voorbereid zijn. Wat hebben we vanuit Domus Medica? We hebben geprobeerd om eigenlijk waar mogelijk die huisarts zoveel mogelijk te ondersteunen. We zijn in het begin begonnen met dagelijks nieuwsbrieven of nieuwsflashen uit te sturen. We hebben het e-mailadres aangemaakt voor vragen rond corona, corona@domusmedica.be. Om jullie maar even een idee te geven, we hebben tot nu toe, we zijn niet allemaal geteld, maar een grove schatting, hebben wij meer dan 5000 vragen gekregen van individuele huisartsen en nog eens 10.000 vragen
via de huisartsenkringen, dat natuurlijk ook van de huisartsen komt. Dus dat geeft ook aan dat er een enorme nood was aan informatie. De huisartsen met heel veel vragen zaten. En we hebben geprobeerd met een aantal wat grotere documenten, met een aantal wat richtlijnen, ook proberen dat een beetje te structureren. We zijn in mei hebben we toen de 10 vuistregels gemaakt voor de veilige praktijkvoering. Toen was dat bij de heropstart van de reguliere zorg. Maar ik denk dat die vuistregels vandaag de dag nog altijd gelden. Die zijn ook niet alleen door ons, maar ook onze Franstalige collega's hebben die overgenomen. Ook de specialisten in de ambulante sector werken, hebben dat overgenomen via het VBS. Ook de Hoge Gezondheidsraad heeft dit mee opgenomen. Dus ik denk dat het toch wel richtlijnen zijn die aantonen dat we eigenlijk dat de juiste weg was om in te slaan. Om die reguliere zorg op een veilige manier te kunnen organiseren. En ik denk dat het ook heel belangrijk geweest is in het kader om onze patiënten ervan te overtuigen dat het op een veilige manier was om terug naar dat we in de huisartspraktijk het op een veilige manier deden. Dat het belangrijk was dat we dit soort documenten maakten, dat ook wijd kenbaar maakten, niet alleen bij de huisartsen, maar ook bij de publieke opinie. Om hen aan te geven van kijk, wij nemen de nodige maatregelen, maar het is veilig om in de praktijk te komen. En het is veel onveiliger om zelf je zorg uit te stellen, omdat je denkt dat het niet veilig is om naar de medische setting te komen. Ook rond de huisartsen en de patiëntenfiches. We proberen, we hebben op een bepaald moment gemerkt van kijk, we moeten toch een stuk proberen te helpen om door al die regels dat toch een beetje overzichtelijk te brengen. We proberen die ook zo adequaat mogelijk aan te passen. Als de richtlijnen veranderen, proberen we die ook aan te passen. En we merken ook dat de huisartsen daar zeer veel gebruik van maken. Ik denk dat het bij velen op hun bureau ligt, naast hun computerscherm, om een stukje bij elke patiënt die voor je zit, op een snel overzicht te hebben wat je mee moet doen. En we hebben ook gekozen om het toch te vertalen naar een patiëntenfiche. Er zijn natuurlijk nog andere patiëntenfiches vanuit Vogels en zo. Maar ik denk dat een patiëntenfiche die we vanuit de huisarts zelf kunnen meegeven, dat dat ook belangrijk gegevens zijn. En zo hebben we ook voor de winter hebben eigenlijk geprobeerd om wat een plan te maken naar de winter, waar we 6 kernprincipes hebben gedistilleerd. Ik ga dus even die kernprincipes wat nog overlopen. We beseften altijd wel dat dat wat minder concreet was dan bijvoorbeeld het plan rond de vuistregels van de veilige praktijkvoering. Maar dat was natuurlijk ook omdat je zit met een enorme diversiteit aan praktijken, wat het niet zo evident maakt om een eenduidige richtlijn te geven. Maar vooral, en dat was nog belangrijker, je zat met een enorme onzekerheid. Je wist dat er een moeilijke winterperiode ging aankomen, maar hoe dat het juist ging verlopen, gingen we een derde golf krijgen of een vierde golf, hoe gaat het met de griep zijn, hoeveel infecties, andere luchtweginfecties gaan er zijn. Dat zijn allemaal onbekenden die we eigenlijk op dat moment nog niet weten, misschien zelfs vandaag de dag ook nog niet allemaal weten. Dat we er eigenlijk voor gekozen hebben inderdaad om een aantal kernprincipes te werken. En waar dat we eigenlijk, want dit is geen statisch document, het is eigenlijk de basis, waar dat we eigenlijk aan de hand van een aantal praktijkvoorbeelden die we eigenlijk willen uitwisselen tussen huisartsen, zeggen van kijk, gegeven de situatie die er nu is, en vandaag de dag de situatie is helemaal anders dan bijvoorbeeld een week geleden, zijn dit en dit manieren waarop je het in je praktijk kunt doen. Jong Domus heeft via Facebook wat uitwisseling proberen, of probeert die uitwisseling van ideeën op gang te brengen. En wij gaan zelf ook nog via de website eigenlijk uitwisseling van ideeën ook nog verder brengen. Zodat je eigenlijk gekoppeld aan dit winterplan eigenlijk zeer praktische praktijkvoorbeelden krijgt van kijk, hoe organiseer ik mijn infectieraadpleging? Hoe organiseer ik mijn de telefoons? En dit voor zowel solo-groepspraktijken, multidisciplinaire praktijken. En daarom dat we gekozen hebben daar om eigenlijk wat meer kernprincipes te werken, die natuurlijk iets minder detailistisch zijn, maar die denk ik wel overeind zullen blijven als de basisgegevens waaraan dat we moeten werken. Ik ga daar snel doorgaan, omdat jullie dat ook allemaal wel kunnen nalezen, maar dus die kernprincipes gaan over stimuleren van zelfzorg. Ik denk dat het ook hier bewijst dat goede communicatie vanuit uw praktijk naar uw patiënten via een nieuwsbrief, via praktijkwebsite, via mailings, dat heel belangrijk is om uw patiënten op de hoogte te kunnen houden in die snel evoluerende epidemie van wat er moet gebeuren. Ook in proberen te verwijzen naar de juiste wetenschappelijke naar websites waar juist informatie op staat en dat ze niet moeten gebruik maken van Dr. Google
die hen tot allerlei foute informatie leidt, denk ik dat er belangrijke gegevens zijn om nu te hebben, maar ook in de toekomst te hebben. Hè. Maar laten we het maar duidelijk zijn, een aantal zaken van dat winterplan zijn ook zaken die we in de toekomst verder gaan moeten uitwerken. Creëren, delegeren, ik denk dat de telefonische belasting op dit moment zeer groot is, dus dat moet je in je praktijk op organiseren. Aan de ene kant moet je die bereikbaarheid hebben, wij zijn die vertrouwenspersoon. Patiënten gaan voor heel veel dingen naar die huisarts blijven bellen, ook al proberen we andere elementen of voor bepaalde zaken de patiënt buiten de huisartsgeneeskunde te houden, maar je moet er toch op blijven rekenen dat zij voor een aantal zaken echt toch wel naar die huisarts gaan blijven bellen. En ik denk dat dat ook onze rol is. We hebben dat zo lang opgebouwd, met die rol van vertrouwde persoon en dus ook bereikbare persoon ook blijven doen. Maar dat wil zeggen dat we wel moeten organiseren, want je moet daarnaast ook nog je consultaties kunnen doen. Dus er zijn manieren via teleconsult, noodlijnen bij acute situaties. Ook daar proberen we in de volgende weken nog allemaal voorbeelden te geven van hoe collega's dit aanpakken en dat we van elkaar kunnen leren. Opvolgen van kwetsbare patiënten. Ik weet, het is al voor iedereen heel druk, dus laat staan dat je nog eens de tijd hebt om 's avonds te kijken wie dat we eigenlijk allemaal niet gezien hebben. Maar ik denk dat het toch een heel belangrijke is. We hebben in mei geleerd dat we echt door dat proactief werken en de patiënten zelf te contacteren, dat we toch eigenlijk die weg naar die huisartspraktijk geopend hebben. En ik denk dat we er zeer goed moeten bewust zijn dat met deze op de fase waar we nu in zitten in de epidemie, dat die angst in eenzelfde exponentiële curve terug gaat toenemen, ook bij de patiënten. En zij hun zorg ook dus terug gaan uitstellen. Zij gaan terug diezelfde schrik hebben dan als ze in maart, april hebben. En ik denk dat het onze taak van is, als we patiënten hebben, we kennen allemaal onze patiënten die we eigenlijk op een heel regelmatige basis willen zien. En als we merken dat die niet komen, dat we toch moeten proberen tijd en ruimte te maken om hen zelf te contacteren, zodat ze zorg niet eindeloos gaan uitstellen en we binnen x weken of maanden met veel ernstige situaties zitten. We zijn dat niet zo gewend. Hè. We zijn altijd gewend om vrij reactief te werken, maar ik denk dat die proactieve zorg, dat is ook een switch, dat wordt al jaren gezegd, maar ik denk dat zo'n epidemie daar ons nog eens zeer sterk de neus op de feiten heeft gedrukt, dat de switch naar proactieve zorg dat een heel belangrijk gegeven gaat worden in de huisartsgeneeskunde. Maken van afspraken rond infectieuze pathologie. Wij beseffen zeer goed dat het niet in alle praktijken op dezelfde manier kan. Waar dat je het op een veilige manier kan doen, denk ik dat het inderdaad best kan dat je infectieuze pathologie in je eigen praktijk hebt, inclusief de staalafname. Maar dan moet je een aantal regels in acht nemen en proberen toch gescheiden infectieraadblokken te doen. Als het kan, gescheiden wegen in je praktijk, maar dat is natuurlijk architecturaal zeker niet overal mogelijk. Maar als het niet kan, dan denk ik dat het belangrijk is dat je daar op kringniveau, en ik heb het nog niet genoemd, maar de kringen zijn een ongelooflijk belangrijke factor geweest in deze epidemie en ook nog in de volgende weken en maanden. Ik denk dat je dan op kringniveau afspraken moet maken van hoe dat je die patiënten dat wel gaat doen. Doe je dat door met een aantal praktijken te gaan samenwerken in die infectiepathologie die gaan bundelen in die praktijk? Doe je dat door toch die triage en die testcentra en ook zijn triagefunctie terug te openen? Ik denk dat al die pistes mogelijk zijn. Dat moet je lokaal bekijken, maar ik denk dat je lokaal moet die afspraken maken. Ik heb ook alle begrip voor dat er bepaalde collega's zijn die omwille van eigen pathologie of eigen omstandigheden die infectiepathologie vandaag de dag niet kunnen zien. En we moeten absoluut ervoor zorgen dat zij de andere zorg dan wel kunnen blijven verder doen en dat we als kring in solidariteit opvangen, zodat we hen hun infectiepathologie wel kunnen zien. En dat zij zich kunnen inzetten voor de patiënten met andere pathologie. Want als ze natuurlijk uitvallen of wegvallen, dan wordt de druk op de rest veel groter. Dus ik denk in de kringen en de solidariteit binnen die kringen, dat een zeer belangrijk gegeven is om ons ook nog door de volgende maanden heen te helpen. We staan ook nog voor een vaccinatie. Ook dat zal nog de nodige uitdaging zijn. We velen waren al gewend van vaccinatiemomenten te doen, maar dat zullen we toch wel op een andere manier moeten doen. Want je kunt natuurlijk geen 20 of 30 man laten samenkomen naar de praktijk. Dat gaat wel op afspraak moeten gebeuren. Sommige kringen zullen ervoor kiezen om misschien toch al het gezamenlijk te doen. Want na de griepvaccinatie wacht ons in 2021 nog ergens een vaccinatie
tegen COVID. En dat zal ja, gewoon al door het feit dat we daar niet met individuele vaccins zitten, maar met flacons waarin vaccins zitten voor een aantal patiënten, zal die toch veel meer moeten georganiseerd worden, zoals we ooit de vaccinatie tegen de Mexicaanse griep hebben moeten doen. Dus ik denk dat we ook voor de griepvaccinatie deze keer al doen. We staan er ook nog voor uitdagingen richting het griepvaccin zelf. De levering naar de praktijken die loopt enorme achterstand vanuit de firma's. Waar we echt goed moeten nadenken, want misschien dat we wel geconfronteerd gaan worden met het feit dat een aantal praktijken in november of begin november een aantal vaccinatiemomenten hebben georganiseerd op afspraak, maar dat de patiënten misschien een vaccin niet gaat hebben omdat de apothekers ze niet kunnen leveren. Dus we zijn daar continu in overleg met het vak en met ABB. We proberen die informatie ook altijd door te geven, maar ik denk dat het ook iets is dat ons zeer goed op moet voorbereiden. En tenslotte, toch ook een heel belangrijke, en het klinkt misschien een beetje geitenwolle-achtig, maar ik denk dat de zorg voor jezelf is echt cruciaal gegeven. We staan allemaal onder druk, we weten dat we nog allemaal voor maanden staan, dus zorgen voor onszelf, zorgen dat we het zelf overeind blijven, dat we het zelf kunnen waarmaken, is toch een heel belangrijk gegeven. Ook daar denk ik dat die kringen weer heel belangrijk zijn. Gewoon om af en toe eens met elkaar te kunnen ventileren, al zal het dan deze keer op een niet op een fysieke manier kunnen, maar op een online manier. Maar ik denk af en toe bij elkaar toch eens kunnen ventileren. Voor elkaar klaarstaan als het op een bepaald moment bij collega's niet meer gaat, om dan toch even die druk daar weg te nemen, zodat je even kan recupereren en daarna weer verder kan. Ik denk dat al die dingen belangrijk zijn. Er zijn ook heel wat initiatieven, ook breder dan de huisartsen, waar wij ook vanuit Domen zeer sterk ook aan meegewerkt hebben. Je hebt de zorg samen, waar dat allerlei initiatieven zijn voor zorgverleners om hen te helpen doorheen de periode. We gaan ook zelf in de nieuwsbrief proberen wekelijks een enkele tips te geven om toch voor jezelf te zorgen. Want ja, jullie weten allemaal, de slechtste patiënten, dat zijn de dokters zelf. Wij gaan pas op het moment zorg zoeken voor onszelf als het eigenlijk al veel te laat is. Maar ik denk, gezien de lange periode waar dat we nog voor staan, zorg voor jezelf toch wel heel belangrijk is. Goed, maar waar staan we nu eigenlijk voor? Vorige week of anderhalve week geleden, dan waren we nog bezig van dit en dit te doen op vlak van versterking van praktijken, op vlak van vestiging en tracing. Ik denk dat we een week later verder staan en dat de situatie weer helemaal omgedraaid is. Maar goed, dat wil niet zeggen dat we aan die elementen waar we aan het werken waren, dat we daar niet moeten verder zitten. Want zelfs na, als we hopelijk deze knie krijgen in deze curve en we terug net iets meer controleerbaar worden, dan gaan de elementen waar we aan het werken waren, dan gaan die toch zeer belangrijk zijn. Ondersteuning in de huisartsenpraktijk, ik denk dat de huisartsen zelf weer aangeven, administratieve, verpleegkundige ondersteuning, ja, daar moet zeer sterk aan verder gewerkt worden, want dat is een cruciaal gegeven om in die huisartsenpraktijk om dat mogelijk te maken. Administratieve verlichting, ik denk dat we al jaren zeggen, ik wil ook heel sterk verwijzen naar het initiatief dat Jong Domen daar nu sinds anderhalf jaar doet, en die daar proberen op een zeer gedegen manier, met een zeer goed onderbouwd dossier, proberen dat echt terug op de agenda te krijgen. En ik merk ook dat het stilletjes aan toch overal op de agenda komt. Laten we hopen dat er deze keer iets mee gebeurt. Maar het is iets dat was jammer dat we dat vandaag dag niet zo effectief in op te vragen. Vereenvoudiging van de richtlijnen. Denk ik dat ook een zeer cruciaal gegeven is. Zowel voor de artsen, maar ook voor de bevolking om te weten wat dat ze moeten doen. Testing. We waren bezig en we zijn nog altijd bezig om eigenlijk een deel van de patiënten, de asymptomatische patiënten, eigenlijk volledig buiten het huisartsencircuit te houden. Waar dat we ons de vraag stellen, nog altijd de vraag stellen, ja, gaan we dat zelfs met een stuk van de symptomatische patiënten doen? Maar ik denk ook dat we vandaag de dag, in de stand van de epidemie zoals vandaag de dag is, dat we dit ook moeten op vandaag helemaal moeten omdraaien. Ja. Het systeem van testing en tracing zoals we dat hebben opgezet, ja, dat werkt vandaag niet meer. Ja, de epidemie is gewoon te veel verspreid. Dat kun je gewoon niet houden.
En dus totdat we die knik gemaakt hebben, en die knik gaat natuurlijk een stuk gemaakt worden, vooral door de maatregelen die de overheid neemt in de maatschappij, gaan we dat toch echt moeten loslaten. We kunnen dat niet blijven testen. De labo's kunnen niet meer volgen. Het ene grote labo na het andere die stuurt een brief uit van ja, we geraken, we halen het niet meer. We kunnen het niet meer binnen zelfs 48 uur de testresultaten niet meer geven. Er komen gewoon te veel staat binnen. De testcentra die geven aan van kijk, ja, dit hou je niet meer. En dan kun je nog zeggen van, ja, we gaan opschalen. Maar de snelheid waarmee dat je moet opschalen is gewoon onhoudbaar geworden. Plus, je haalt allemaal zorgpersoneel weg op andere diensten. Want ja, je hebt geen blikjesverpleegkundigen of blikjesartsen die je zomaar eens even kan opentrekken. Terwijl dat we het net allemaal nodig hebben om de zorg van de patiënten terug op te nemen. Ook de tracingsystemen die gaan niet kunnen volgen. Brussel en Wallonië kan al niet meer volgen, maar dat gaat in Vlaanderen ook gebeuren. Dus we moeten dit nu loslaten op vandaag. We moeten dat echt omdraaien terug naar een klinisch beleid. Dat wil zeggen, lichtsymptomatische patiënten zonder testing thuis blijven uitzieken, matig ernstig zieken, die gaan we ook nog testen, aanvullend aan die klinische evaluatie, om te kijken wie dat we thuis en wie dat we in het ziekenhuis moeten opnemen. En dat we dus testen moeten terug op tijdelijk even gaan testen in kader van het klinisch beleid. En als we dan door de rest van de maatregelen allemaal samen die knik in die curve krijgen, dan kunnen we op een bepaald moment mee om de maatregelen ook dan terug wat lossen en zo, kunnen we dat test- en tracingbeleid terug opstarten. En we moeten daar dus aan verder werken. Hè. We gaan die capaciteit in het testcentra moeten opdrijven, want we staan nog voor de griepperiode, ook al kun je hopen dat er minder griep circuleert. Maar we staan nog voor een moeilijke winterperiode. Gaan we dat nog nodig hebben. Die sneltesten die zullen ook wel ergens hun plaats krijgen. Maar goed, die zijn er vandaag niet, die gaan er morgen ook niet zijn. Als die er binnen 3-4 weken zijn, dan zullen we al heel blij mogen zijn. Dus we moeten daaraan verder werken. Maar vandaag de dag moet men de politieke beslissing nemen om dat test- en tracingbeleid zoals vandaag de dag is, los te laten. Want dit is gewoon onhoudbaar. Daar is niemand schuld aan. De enige reden daarvoor is de snelheid van de epidemie. Over de uitdaging van vaccinatie heb ik al gezegd. Dat waren ook slides van natuurlijk een week of 2-3 geleden, waar het de huisarts ook zelf aangegeven al van ja, de gevalsdefinitie, dat is niet houdbaar. Het testen van die kinderen onder de 12 jaar, wat is daar de klinische nut van? Ik denk dat alleen maar bevestigt dat we eigenlijk vandaag de dag moeten doen op dat test- en tracingbeleid. En dat wil daarmee niet zeggen dat we tegen het testen en tracen zijn. We moeten dat zeker terug opnemen op het moment dat de epidemie terug die knik gemaakt heeft en wat op een lager niveau staat. Maar vandaag de dag is dat gewoon niet meer realiseerbaar. En los van die korte termijn, op lange termijn, ik zeg de evaluaties zijn al meermaals gemaakt. Ik denk dat elke evaluatie van de gezondheidszorg coronaproof is. Wij hadden zelf ook met Domus Medica, met de Universitaire Centra, met andere syndicaten een memorandum gemaakt over de organisatie van de huisartsgeneeskunde. Ik denk dat dat meer dan eens aantoonde dat dat de juiste evaluatie was. En daar moeten we ook aan werken. Niet voor deze epidemie, want dat gaat niet lukken voor deze epidemie, maar voor de toekomst van de huisartsgeneeskunde. En dat die kringen daar een cruciale belang in hebben, is absoluut gegeven en dat ook de ondersteuning in die kringen, dat zijn absolute nood is in de organisatie van de eerste zorg. En dat is echt complementair aan de eerste lijn. De eerste lijn kan dat niet overnemen wat de kringen doen, maar dat wil niet zeggen dat dat een concurrentie is. We zijn complementair aan elkaar, maar blijven investeren in die huisartskringen is belangrijk. En daar kwam ik tot aan een aantal kernboodschappen die ik ook vorige week in het Vlaams parlement heb gegeven. Investeren in die huisartspraktijken. Geef de CRA, dat is hier wat minder aan bod gekomen, maar ook een belangrijk gegeven, een duidelijke plaats en juiste financiering. Investeer in die huisartsenkringen. En alsjeblieft op politiek vlak, stem de structuren beter op elkaar af. Want daar hebben we toch heel wat van afgezien in deze crisis tot nu toe. Oeh, dat is mijn wat korte stap doorheen deze crisis. Maar ik hoor ook heel graag wat dat jullie vragen of dingen of zaken zijn, waar ik ga proberen zoveel als mogelijk een antwoord te geven. Dank je wel, dokter Van Giel. Er zijn heel wat vragen tijdens de presentatie gekomen. Ik denk dat er een aantal rond aanpassing, teststrategie en de asymptomatische uit de praktijk, ik denk dat je dat wel in de presentatie, dus misschien de focus daar eventjes minder op. Een belangrijke vraag die regelmatig terugkwam, was de huisarts is moe, proactieve zorg, allemaal goed en wel, maar tijd en ruimte ontbreekt. Hoe moeten we het eigenlijk volhouden? Ik denk een heel terechte. Hè.
naarmate, zeker op het moment dat we nu zitten, is de druk zeer groot, omdat we weer heel veel acute zorg moeten geven. En ja, onze dag bestaat ook maar uit 24 uur. Dus ik besef zeer goed dat het absoluut niet evident is. Maar ik denk dat we toch moeten bekijken. Ik denk dat we allemaal een stukje... We gaan dat ook niet op 1-2 weken ineens helemaal georganiseerd gaan krijgen. Maar ik denk dat we ons in eerste instantie moeten focussen op die patiënten waar we van weten dat ze eigenlijk zeer precair zijn. En eigenlijk kennen we die bijna, daar hebben we bij ons EMT niet voor nodig. Die zitten in ons hoofd, de patiënten waar we van weten dat ze heel precair zijn, dat ze die zorg niet mogen uitstellen. Als we daarvan merken dat die eigenlijk hun consultaties, hun afspraken die ze misschien al hebben staan, dat ze die afleggen, dan denk ik dat we daar, ook al hebben we het al heel druk, dat we daar toch even de ruimte moeten maken van proberen die patiënt zelf even op te bellen en te vragen waarom dat hij zijn afspraak heeft afgezegd. Is dat op een systematische manier? Nee, absoluut niet. Maar we gaan toch, denk ik, de meest precaire er toch allemaal een stukje kunnen uithalen. En ik denk dat daarna vooral een enorme uitdaging is voor na deze epidemie om te kijken hoe dat we die proactieve zorg op een veel systematische manier in onze praktijk gaan krijgen. Maar ik besef ook zeer goed dat het op dit moment absoluut wat behelpen gaat zijn. Maar goed, als we al de meest precaire er eventueel toch kunnen uithalen, al is het maar door diegenen die we in ons hoofd hebben, en waar we zien dat ze hun afspraken van uitstellen, dan denk ik dat we toch al voor die patiënten toch een enorme meerwaarde kunnen bieden. En ik zal over het vorige, het eerst van die asymptomatische, laat me duidelijk zijn, en we zijn helemaal eens dat die asymptomatische uit de huisartspraktijk moeten gehouden worden. We gaan ons ook er verder op voorbereiden, dat als die curve die knik gemaakt heeft en we terug het testing en tracing beleid kunnen opstarten, dat het daartegen ook klaar is en dat we inderdaad ervoor kunnen zorgen dat die asymptomatisch dan niet meer in de praktijk moeten gezien worden. Maar ik zeg het vandaag de dag, is het eigenlijk op dit moment niet aan de orde, omdat we het ganse test en tracing beleid eigenlijk een stukje moeten omgooien. Goed, dank u wel. Dan een vraag van dokter Hemmers. Huisbezoeken gaan doen waar je weet dat patiënten al een grippaal beeld hebben. Hoe moeten we dat doen? Is het aangeraden om FFP2-maskers aan te doen? Moeten wij die zelf gaan voorzien? Komen die uit de strategische stok? Ik ga met de laatste beginnen. Omdat ik dat toch wel inderdaad een belangrijke vind. Er is een levering geweest van persoonlijk beschermingsmateriaal aan de praktijken. Waarbij men eigenlijk een gezegd heeft van kijk, we gaan zorgen dat in elke praktijk een decentrale stok, zoals men dat dan noemt, eigenlijk is voor een aantal weken. Dat is goed, want dat is wat wij ook altijd gevraagd hadden, van zorg dat er eigenlijk een voorraad is in de praktijken. Maar je moet ook wel weten dat de overheid eigenlijk ook wel een stuk verwacht dat je die stok die daar toen geleverd is, dat je die eigenlijk op dit moment ook wel aanvoelt. Dus wat je niet mag verwachten is, tenzij natuurlijk, en dat is de grote maar, als de hele markt van de persoonlijk beschermingsmateriaal ineens wordt, zoals dat in maart het gegeven was, dan kun je alleen maar rekenen op de overheid om ervoor te zorgen dat er aanvulling van dat materiaal is. Maar als dat niet het geval is, dan rekent de overheid er eigenlijk nu op dat de zorgverleners zelf eigenlijk zorgen dat zij hun stok aan beschermingsmateriaal voorradig houden. Dus dat wil zeggen dat je afspraken moet maken met jouw leveranciers voor de volgende weken, voor de volgende maanden, dat zij eigenlijk ervoor kunnen zorgen dat het beschermingsmateriaal dat jij nodig hebt, dat geleverd wordt. Er worden ook vergoedingen voorzien vanuit het RISIF voor dat beschermingsmateriaal. Dus je mag in C voor de volgende weken en maanden niet verwachten. Ik zeg het, met die uitzondering moest de internationale markt terug volledig ineenstuiken. Dat je vanuit de overheid eigenlijk nog grote leveringen gaat krijgen. Dus je gaat voor je eigen beschermingsmateriaal afspraken moeten maken met je leverancier. Dat is een van de redenen waarom we in dat interplan ook gezegd hebben van kijk, maak een goed overzicht van de stok die je hebt. Maak een inschatting van wat je nodig hebt over de volgende weken en maanden. Zodat je ook kan zeggen dat je die eigenlijk zelf kan aanvullen en dat je niet op het beschermingsmateriaal komt zitten.
En we hebben daar natuurlijk wel één nadeel, en dat besef ik zeer goed, ten opzichte van de ziekenhuizen. Die hebben natuurlijk grote centrale aankoopdiensten. Dat is iets dat wij niet hebben. En wij gaan dat moeten doen met de lokale leveranciers die we hebben. En dat besef ik dat een zeer groot nadeel is. En dat is ook iets dat we in de toekomst moeten bekijken, of dat we daar ook geen samenwerking met de ziekenhuizen en zo kunnen voor opzetten. Wat dat dan via het niveau van de huisartsen zal moeten gebeuren. Het huisbezoek zelf. Over de discussie FFP2-masker, chirurgisch masker. We hebben altijd geprobeerd om een stuk de richtlijnen van Sensano daarin te volgen. Die aangaf dat eigenlijk voor een gewone consultatie een FFP2-masker niet nodig is en dat een chirurgisch masker volstaat. Maar je moet natuurlijk wel de nodige bescherming brengen, in acht nemen, ook als je op huisbezoek gaat. In de heropstart van het plan rond de 10 vuistregels staan daar ook een aantal regels in over schorten die je dan eventueel bij de patiënt kan laten hangen en zo. Minimaal aan materiaal meenemen. Dus je moet wel de nodige voorzorgsmaatregelen nemen. En als het niet lukt om als praktijk of om als huisarts om dat zelf te doen, ja, van dan op kringniveau afspraken te maken hoe dat je die huisbezoeken kan regelen. Ik weet dat tijdens de eerste golf in maart er in een aantal kringen er ook een soort van rijdende wacht was eigenlijk, die eigenlijk de huisbezoeken ging doen bij de patiënten met gripale syndroom, met dat er nodig beschermmateriaal had, dat hij dan nodig beschermmateriaal ook had. Dus dat zijn afspraken die ook kunnen heropgestart worden, maar dat is iets dat op kringniveau moet gebeuren. Maar dus in C volstaat een chirurgisch masker ook voor op een huisbezoek, maar natuurlijk wel met nodige beschermingsmateriaal, schort, handschoenen en dergelijke, schort ook daar laten hangen en zo min mogelijk materiaal meenemen naar de patiënt, bezoek kort mogelijk houden, dus de algemene regel blijft dat. Oké. Er kwam een paar keer naar voren door verschillende artsen dat communicatie, responsabilisering, informatie naar de patiënten toe heel belangrijk is. Concrete voorbeelden die gegeven werden was, ondanks alle rode vlaggen die we zetten in met blokken werken en zo verder, zijn er toch nog altijd patiënten die ziek komen. In combinatie met het feit dat er dan vastgesteld werd dat die communicatie patiënten nodig was. Hoe kunnen we dat verbeteren? Ik denk inderdaad, net zoals we in de maatschappij een groot deel van de bevolking hadden die zich wel goed aan de regels hield en er een kleiner deel was dat er zijn voeten aan veden, zie je dat in de praktijk ook. Ik denk dat we ook moeten vaststellen dat veel patiënten het wel goed doen. En natuurlijk, frustrerend is altijd diegene die het niet doen, hè, want die staan dan ineens op je raadpleging, terwijl je net goed probeert die infectieuze uit dat raadplegingsblok te halen en dan zit je middenin toch een indeed die dat toch zijn plaats geboekt heeft, dan mag je nog aan je praktijk duidelijk hangen dat ze daar of daar moeten gaan zitten als hoesten, keelpijn of ander hebben, maar die dan toch in die wachtzaal gaan zitten. Ik denk dat het herhalen van de boodschap, dat het enige wat is, en dat we patiënten daarop moeten aanspreken. Als ze dat niet op een goede manier gedaan hebben, niet verwijten, maar dat we dat echt hebben, wel moeten erop aanspreken. Maar kijk, dit was niet de bedoeling. Dit zijn afspraken in de praktijk. Om het op een veilige manier voor iedereen te houden. Ik denk dat we daar ook fors in mogen zijn richting die patiënt toe. Als we daar merken dat men dat willens-nillens blijft negeren en zijn eigen zin doen, ja, dan moet je er ook eens over nadenken hoe dat je dan met die patiënt nog omgaat. Want je doet het wel ervoor om het voor je ganse patiëntenpopulatie eigenlijk zo veilig mogelijk te maken. Ja, als er dan patiënten bij zijn die willens-nillens eigenlijk elke regel doorbreken en het voor anderen en voor jezelf onveilig maken, dan denk je dat ook een heel hartelijk gesprek die met die patiënt toch wel toch. Maar voor de rest blijft herhaling. Het blijft mij toch ook wel een stukje wel verbazen. En langs de andere kant, misschien dat we daar ook ons wel op miskijken. Hè. We denken dat iedereen alles weet en alle informatie gezien heeft, omdat we het al zoveel verspreid hebben. Maar ik denk dat je ook niet mag onderschatten hoeveel mensen eigenlijk niet of slecht geïnformeerd zijn. Er kijken 1 miljoen mensen naar het VTM-nieuws, 1 miljoen mensen ongeveer naar het journaal op VRT.
laten we zeggen dat het nog allemaal verschillende zijn, dan zijn er nog 4 miljoen andere Vlamingen die journaals en dergelijke allemaal niet volgen. Dus ik denk dat er ook een heel groot deel van de bevolking is die we toch ondanks alle communicatie veel moeilijker bereiken. En daar blijft, ja, daar moeten we misschien ook gebruik gaan maken van andere kanalen, sociale media, mensen binnen de gemeenschap waarvan we weten dat zij wel een aanspreekpunt zijn, die diezelfde boodschappen van hoe dat wij het in de huisartspraktijk willen doen, maar ook wat dat men van hen verwacht in de maatschappij, dat we die kunnen blijven herhalen. Maar het is inderdaad een zeer moeilijke om overal de juiste communicatie te krijgen. Een vraag die ook een paar keer is teruggekomen. De samenwerking met bijvoorbeeld schooldirecties, werkgevers. Dat verloopt niet altijd eenvoudig, maar hoe kunnen we dat verbeteren? Die informatie bijvoorbeeld bij scholen krijgen rond quarantaineduur, ook bij werkgevers. Hoe kunnen we dat eigenlijk concreet gaan verbeteren? Hoe kunnen we dat duidelijker maken? Wat dat wij proberen is van het Domus Medica eigenlijk ook met de andere koepels binnen de scholen, met de Vlaamse Vereniging Jeugdgezondheidszorg, als dat naar werkgevers is, dan naar VOCA en het VBO. We proberen daar eigenlijk in heel open overleg te gaan, van te zeggen van kijk, dit zijn de problemen waarop stoppen. Breng die boodschap ook aan jullie leden. Ik denk ook richting de scholen, maar ook naar arbeidsgeneeskundige diensten. Ik denk dat we ook niet mogen onderschatten onder welke druk dat die mensen staan. Die zijn ook allemaal veel te weinig uitgebouwd om dit soort van dingen aan te gaan. Dus het is niet met een verwijzende vinger dat ik wil zeggen van kijk, ja, daar gebeuren fouten of dat is niet de juiste. Ik denk dat we kunnen kijken op een... dat is wat wij proberen op een wat hoger niveau. Ik denk dat je op een lokaal niveau kan proberen. Ik denk dat daar echt de lokale samenwerking tussen een goede uitgebouwde huisartsenkring die men als aanspreekpunt kan gebruiken vanuit de scholen, richting de eerste lijnzones ook. Om daar het contact te leggen met die lokale partners, denk ik dat heel belangrijk is. Maar dat bewijst nogmaals het gegeven dat wij echt wel nood hebben aan goed uitgebouwde huisartsenkringen die professioneel ondersteund zijn, dat er ook mensen zijn die die taken en dat overleg met die andere actoren kunnen opnemen. Want dat moeten niet altijd artsen zijn om diezelfde boodschap te kunnen overbrengen. Maar ik denk dat het op lokaal niveau absoluut het via de huisartsenkringen zal moeten gebeuren. En ik weet dat die al zeer, zeer zwaar bevraagd zijn op dit moment met alle taken die ze moeten doen. Testing, tracing, wachtposten en dergelijke allemaal. Maar ik denk dat dat toch het aanspreekpunt is. En op een nationaal vlak proberen wij het met koepelorganisaties ook in zo goed mogelijke verstandhouding veel dingen uitwisselen over waar dat de problemen zijn. Dat wij dat aan de huisarts kunnen melden en zij dat aan hun partners kunnen melden. Goed. Ik ga nog één laatste vraag stellen. Voor alle duidelijkheid, de vragen die gesteld zijn, er zijn een aantal punctuele vragen en zo verder ook gesteld. Wij gaan die zeker en vast nog beantwoorden. We zijn beperkt in tijd, dus vandaar dat het tijd is voor de laatste vraag. Er is een aantal keer opmerkingen gegeven over de sneltesten. U heeft het daar in uw presentatie ook eventjes over gehad, maar misschien kan dat nog verder toegelicht worden. De sneltesten... Binnen de RAG, de Risk Assessment Groep, is er al heel veel over gesproken, over die sneltesten. En die gaan zeker ergens hun plaats krijgen binnen het hele test- en tracing-strategie. Op het moment dat we die terug kunnen doen, op het moment dat de epidemie terug minder fors aanwezig is dan vandaag de dag is. Maar... soms heb ik ook wel het idee dat er wel wat te veel van verwacht wordt. Zij hebben hun beperkingen. Dat heeft te maken met hun sensitiviteit, specificiteit. Dat heeft te maken met in welke settings dat je ze kunt gebruiken. Om bijvoorbeeld sneltesten die nu op tafel liggen, die kun je die sneltest afnemen. Dat is via nasopharyngeale swab. Dan moet je dat in het recipiënt steken. En dan moet je exact bijna een kwartier later die test gaan aflezen. Ja?
Dat gaat bijvoorbeeld in de huisartspraktijken, zie je dat al zeer moeilijk om dat op massale basis te gaan gebruiken. Want hoe krijgen wij in godsnaam ons georganiseerd dat we die testen kunnen gaan afnemen en dat we dan ergens ja, een organisatiecircuit hebben zodat we die patiënten een kwartier kunnen laten wachten, exact na een kwartier laten die test aflezen. Dat zijn bijvoorbeeld zaken die ik denk die in huisartspraktijk waarschijnlijk toch wat moeilijker implementeerbaar zijn. Zijn die op andere plaatsen meer implementeerbaar? Jazeker. En zeker ook in een fase waarin je terug eigenlijk de epidemie meer onder controle hebt en je echt probeert verdere verspreiding tegen te gaan, denk ik dat zij zeker hun plaats gaan hebben. Tweede probleem met die sneltesten. Op dit moment natuurlijk elk land is aan het proberen om massaal sneltesten te kopen. En ook daar is die markt beperkt van. Dus ik denk dat we ook moeten kijken, ja, we gaan een x-aantal sneltesten kunnen aankopen. En dan gaan we moeten kijken waar dat we die het best inzetten. Die gaan er ook morgen niet zijn. Misschien hopelijk binnen 3-4 weken gaan die sneltesten daar zijn in België. En dan gaan we in de nieuwe test- en tracingstrategie moeten kijken van kijk, op welke plekken zet je best die sneltesten in. Kun je daar ook logistiek aan? Hè? Want ook daar is het weer een keten. Hè? Het is een ganse keten van afnamen, testresultaat, uitleg geven. Waar zet je die het best in? En moet je dus geen PCR-testen niet meer inzetten? En waar zet je nog wel die PCR-testen in? En voor welke categorieën? Dus ik denk dat het zou fout zijn van daar nu niet aan verder te werken en een goede teststrategie, inclusief een plaats voor die sneltesten, voor binnen enkele weken, als de epidemie hopelijk terug wel onder controle is, om dat dan te gaan uitrollen. Maar persoonlijk denk ik dat de verwachtingen die daar ook weer rond geschapen worden een stuk te hoog zijn en niet die invulling gaan kunnen geven. Ze zullen zeker gebruikt zijn, ze zullen hun plaats hebben, maar we zullen ze juist en gericht moeten inzetten en verwacht daar ook niet het Valhalla van dat alles gaat. Goed. Helaas zit onze tijd erop. Zoals aangegeven in het begin, voor alle duidelijkheid, de slides en de opname worden nu bezorgd. De vragen die nog gesteld zijn, als u nog vragen heeft, mag u die gerust ook zeker stellen in de chat nog. Die worden nog beantwoord. En dan rest mij eigenlijk alleen nog maar dokter Van Giel, onze voorzitter, heel hard te bedanken voor deze presentatie, maar ook voor het werk die tot nu toe is verzet geweest. Dank u wel. En voor alle andere huisartsen, hou zeker vol. Dank u wel. Dag. Goedemiddag allemaal.